Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Stijn. Tof dat je dus weer naar deze serie ook kijkt, want het is weer even weg geweest, maar hij is weer terug. Want we hebben lopen redeneren, lopen bekijken wat de opties zijn, want ik zei immers eerst, mijn keringen zijn op zijn minst lek, daardoor moeten de keringen van mijn krukas af en dan moet dus ook de lage straf, dan moet alles er weer op, dan zou het moeten worden gebalanceerd. En dat balanceerverhaal is iets wat we hier niet kunnen, wat ik sowieso niet kan. Dus was het even van, ja, wat gaan we nu doen? Thuis ben ik met een heel groot project trouwens bezig. Ik zal daar niet te veel details over vertellen, want ik heb er geen filmmateriaal van. Het is een auto. Een oude, een oldtimer. Mocht er interesse naar zijn, ik heb wel heel veel foto's. Dus dan maak ik een soort van samenvatting video. Maar goed, terugkomend hierop. Daarom dat het dus even zo lang duurt. En dus de vraag, wat gaan we nu doen? Want ik heb hem er even uitgelepeld, ben dus nog een keer met Kok gaan kijken. Om het feit dat ik eigenlijk met iemand anders hier al zat te bespreken dat misschien dit de boosdoener wel kan zijn. Dit is het oliepompje. Wat via hier werkte op het toerental dat op dat moment het blok haalde. En hier werkte op hoeveel gas ik op dat moment gaf. Dus als ik dan geen gas meer gaf, bleef hij door de toeren alsnog mengen. Maar wat als dit nou of dit nou blijft hangen, wat het toevallig nu niet doet, maar wel deed eerst. Dan blijft er heel veel olie komen in het blok, of bij de krukas in ieder geval, omdat het direct naar de keringen gaat. Wat op dat moment helemaal niet zou moeten. Dat is dus een issue. En ik denk dus dat dat misschien zelfs de oorzaak is ondertussen. Want als je de keringen neemt van de krukas, kun je checken of ze nog redelijk goed zijn. De lagers zijn allemaal echt nog tering goed. En als je ook kijkt naar het kleurverschil hier, gok ik dat er al onderhoud een keer aan gedaan is. Maar de middelste kering, die heel belangrijk is, die gaat heel stroef en dat betekent goed. Dat betekent altijd positief, want des te stroever die gaat, des te beter is die nog. Bij het vliegwielbak is die iets soepeler, maar echt zeker nog wel stroef. En helemaal aan deze kant hebben we bij de primaire aandrijving, bij de koppeling, die zit dan eigenlijk hier. En die gaat ook nog best wel stroef. Met andere woorden, dames en heren, eigenlijk zou ik willen zeggen, en Kok ook, dat de keringen nog goed zijn. En met daarnaast het feit dat daar een bak ligt beneden vol met motorolie. Of is die bak weggehaald? Oké, die bak staat nog. Ja, dus wat dat betekent is dat er dus niet al te veel olie vanaf hier bij de versnellingsbak en bij de koppeling gegaan is naar, door dus valse lucht trekken, de krukassen. En ja, met dat allemaal gezegd te hebben, zal het dus best wel een grote kans zijn dat 1. Misschien door de leeftijd van de vloeibare pakking tussen bak en krukas. Want hier, ja, je kunt het zien, maar het is heel dun. En dat deden ze vroeger ook heel dun erop zetten. Dus ik had daar al gelijk twijfels over toen ik het opentrok. Maar goed, Kok wist me toch wel te overtuigen dat dat toch wel gewoon goed was. Ik had wel zoiets van, zou dat niet verkeerd zijn om dan iets dikker laagje en fatsoenlijk moderne vloeibare pakking op te zetten. Maar oké. En dan dus daarmee de vraag, wat deed dus deze? Ja of nee? Goed. Dus wat we nu gaan doen, want ik heb gebeld naar 4 regionale motorzaken. 3 waren dicht en nee, ik heb er 1 gemaild, 3 heb ik gebeld en alles was dicht. Dus ja, we kunnen gewoon eigenlijk heel simpel gezegd niet dit ding wegbrengen voor een revisie. Dus hoe simpel is het dan om eigenlijk gewoon te zeggen, we bouwen hem er gewoon weer in. We bouwen de kickstartas erin, we dichten hem, we halen deze niet eruit, we zetten hem er wel op, maar we sluiten hem niet aan. En vervolgens gaan we gewoon met gemengde olie en benzine in de tank kijken of die dan, ja. Waarom heb ik nergens die pinnen er maar in zitten? De lagers vast te hebben op een plek. Dit fik. Kijk, hier hebben we die wel. Dus dan zal ik puntjes moeten pakken hier.
Oh, dat wordt echt lastig, joh. Tering, oké. Okay. Dat ging voor geen meter. Die ligt. Deze kan er niet helemaal in liggen. Deze wel, die zit echt hier. Die kan niet meer bewegen. En dan krijgen we deze. Weer die kering. Die ligt ook. Die ligt ook. Die ligt ook. Vast, 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 vast. Ja, nu zit het goed. Dat kan je zien door die hele kleine puntjes. Ik weet niet of dat op beeld te zien, zo, op beeld te zien was. Die puntjes. En die heb ik ook allemaal zitten. Hier ook. En hier ook. Hey. Ja, ja, zeker wel. Ja, je ziet de donkere putjes, zeg maar, een beetje. Oké. Okay. Dan zie je dat die bruintjes hier, die moeten net even weg. Zie je? Ja. Dan hebben we er hier nog één. Kijk, die komt er al meteen af, zie je? Hetzelfde geintje haal je straks ook uit bij het bovenkarter. Dan gaan die pasvlakken weer met elkaar corresponderen. Zo. Ja, ja, nee, ik snap hem. Ja. Kijk, nou gaan we netjes rechtstand de karten erop leggen. Zo goed mogelijk meteen in de goede positie. Hier zit je goed. Oh, wacht. Oh ja, misschien drijfstangen moet drijfstangen zijn nog wel fijn. Ja, dat is reuze fijn als die drijfstangen door het cilinder gaat gaan. Ja, hij zit hier goed. Ja, hij zit goed. Dan moeten we even een boutje hebben. Dan kunnen we hem even iets aandraaien. Ja, als het goed is heb ik die hier. Ja, maar als er maar één of twee in zitten nu even. Ja, precies. Vooral voor die, deze jongeman. Want die kickstart als het dus... Wij willen namelijk zeker weten dat die kickstarter niet vervelend gaat doen. En hier zit een boutje wat je makkelijk vergeet. Kan deze wel zijn. Ja, hij wordt geblokkeerd. Ja. Hij zit in de weg. Maar dat betekent dat hij daar niet zat, want anders dat had hij een hele ja, dat is een hele goede redenering, ja zeker. Kijk ernaar. Kijk, want nou zie je namelijk ook wat beter nog dat de pakking er alweer tussenuit komt, terwijl we alleen maar één M6 boutje iets aandraaien. Nou, dat is mooi, want we weten nu zeker dat de kart er niet meer scheef gaat. Nu kunnen we al die truc met die kickstarter eraf uithalen, want nou kun je het verdraaien en dan kun je hem op spanning zetten. Op spanning zetten. Ik denk dat ik er sterk genoeg voor ben, dus moet je kickstarter hebben als hulpje. Kijk. Hup, op spanning. Kijk, kijk, hop. En dan gaan we terug met de as en nou zit hij op zijn plek. En nou heeft hij veel veervoorspanning. En nou is het voor elkaar. We moesten er wel even slimmer zijn dan het systeem. Ja, nou en dan is het nu, want nou kun je ook het karter weer iets van positie laten veranderen, zo. En nou kun je hier gewoon die kickstartpal, die kun je afmonteren. Kijk maar, daar kun je nu bij. Ja, bij. Ja, prachtig. Kijk, daar kan het veertje erin, daar kan de pal erin. Kan ik hier nu ook die kering erin? Ja, die kan ik ook. Kijk, en dan kan hij erin deze grappen maken, die vrijloopt.
Paul, we hadden afgesproken dat we de veer in de Paul niet weg zouden schieten. De veer hebben we gevonden. Ik duwde er alles aan. Omdat ik die kering erop had. Ja. Shit. Kijk, dat is nou het grote voordeel dat we de kart er al dicht hebben geschroefd. Want nou kunnen we desnoods op zijn kant leggen. Ik wil de Paul terug. Nou, oké, ik ga even wachten. Je gaat even fijn niks doen. We gaan eventjes die... Staat hij nog wel voorspannen? Nee. Oh, hier, dat is, hij is weer teruggeschoten. Kijk, we gaan hem er weer een keer langs doen. Kijk, hop, er langs. Naar binnen met jou. Zo, nou zit hij. Nu respecteer ik de Suzuki techniek weer. Want alles in de rest van het blok is zo simpel, maar perfect. Echt gewoon goed verzonnen. Ja, zit echt gewoon goed in elkaar. En dan moet je bedenken dat dat al in de jaren 60 gebeurd is. Ja, precies. Het is een T250 blok vanuit basis. Dus, en dan dus het feit dat we dus eerst liever te kloot met die kickstart off camera. Want we zaten dit dus te doen zonder dat die dicht was. En daarna zei ik ook, wacht, we moeten dit simpeler aanpakken. Want jij zei net ook, van alles is zo degelijk aan het blok. En toen kwam hij met de theorie van als we het eerst dicht doen, kan hij dat doen. Doet hij het wel. Nou, ratelt hij niet meer. Als je nou gaat draaien. Zie? Ja, dan heeft hij dusdanig spanning dat Hij valt nou met zijn pal valt hij in de geleider. En die wordt naar binnen gedrukt. Dus nou zegt hij niet meer ratel, ratel, tik, tik, tik. Hij zegt nou, ik word er naar binnen gehouden. En als ik nog moet en met de tand doen dan? Want dan gaan we kickstarten. Ja, moet je opletten. Dan gaan we kickstarten. Wil je dat gaan doen? Jazeker, we gaan nu even dat het eruit springt? Nee, moet je maar eens opletten. Mark my word. Let op. Kijk wat er gebeurt aan deze kant. Moet kijken naar deze pal. Kijk, het gaat goed zo met filmen. Kijk, de pal is nu naar binnen gedrukt, hè. Kijk eens wat er gebeurt. Kijk, dan komt hij naar buiten. Ja. En nou gaat hij zeggen... Ik val er even fijn uit, maar dat geeft niet, we kunnen hem er ook weer in doen. Maar dan pakt hij het tandwiel mee. Nu niet, omdat hij er niet op zit, maar dan pakt hij dit tandwiel mee. Snap je? Ja. Dus deze geleiderpen met het verzet erin, die zorgt ervoor dat die vrijlooppaal dat die naar binnen gedrukt wordt. Dus die is allebei hier? Ja, die zocht ik. Komen jullie maar weer eens terug bij de baas. Hop, gelijk een veldje mee. Maar het maakt ook niet meer uit, want het is ultra simpel. Kijk, want het veertje kan er nu gewoon weer in. De pal kan er ook weer in. En deze vrijlooppal. Tjak, naar binnen met jou. En nou werkt hij weer. Okay, en nu... Dus ik wou zeggen, nu met die met de tandwiel... Nou kunnen we dit... even kijken, de tandwiel moet... Ja, nee, zoals je had. Zo, hè? Ja. Het enige was dat ik op CMSNL zag dat er niet alleen een ring daar zat, want dat klopt hoor, die ring moet daar gewoon zitten. Ja. Maar ook een ring aan de andere kant, maar die heb ik helemaal niet. Die kan wel weg zijn. En dat is... Zo heet de kwijt zijn de ring. Oh, deze is heel erg belastend. Dat is niet zo vervelend. Je moet even opzij. Ja, hij kan er ook niet in, want het is alleen maar voor de... Is het aandrijving van de pomp? Afhankelijk van of de pomp het wel als je de pomp weglaat, dan kun je hem zelfs beter weglaten. Want dan wordt de pomp niet aangedreven. Want dan gaat die pomp ook niet droog lopen. Dus dan kun je hem nu beter even weglaten. Ja. Kijk, en nou werkt het. Nou kun je kickstarten. Nou, nou gaat het goed, zie je? Zie je? Nou werkt het. En, let op, niks niet ratelen. Hoor je? Ja, super. Ja. Zeker, ik ga nog even maken. Nu zit hij hier nog steeds heel erg open eigenlijk. Dat is raar. Dan loop je op de kans dat hij ergens... toch een ding die goed zit. En dan gaan we... Ja, dan zou je zeggen dat de krukaslager niet op zijn plek zit. Bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. En die zaten half uur omhoog. Nee, dat gaat al. Ja. Het was dus een pasbusje wat even wat weerstand bood. Ja, nee, ik zag hem nog gelijk naar binnen gaan. Je hoort het gewoon. Dat... Ja, je hoort hem gaan. Ja, klopt. Je hoort hem gaan. Nou kun je hem verder helemaal afmonteren. Nou, je weet wat er gebeurt als je hem naar binnen duwt. Dus, die doen we even af. Ja, en gewoon eerst de zijkant erop voordat het daar... Voordat je daar iets mee doet. En dat was dus mijn ding meer. Gebeurt het, gaat het ook niet fout dat hier dan zeg maar geen ring zit. Nee. Dat dat net dat kleine stukje is dat hij zegt, nee. Nee, dat is, die ring is ongeveer, wat zal het zijn, 2/3 tiende dik. En die speling die je moet over... Die, als, voordat het fout gaat, dan ben je 1,5-2 millimeter naar buiten gekomen. Ja, precies. En dan maakt die 2/3 tiende. Je kunt wel een ringetje opzoeken hoor, om hier recht te doen.
Je doet het ook zonder, maar met is natuurlijk mooi. Hè? Maar dan moet je even bij de firma slijtringen. Even kijken. Hè? Ja, dat is ongeveer een ring aan deze. Alleen nog dun. Ja. Gaan we opschroeven? Oh, ik moet hem beneden zien. Ja, kom eraan! Ja, mij is goed. Maar hier ligt het veer, ligt het veertje. Ja, precies die ja. Nou, superman, dankjewel. Okay. Oké, dus nu kunnen we wel hier die kering erop zetten. Ik te hopen dat hij dat ook een beetje... Oh, Jesus Christ, dit is echt een beetje van een kering. Nou ja, goed, het is eigenlijk niks slechts aan natuurlijk, want dat betekent dat hij dus nog goed zou sluiten, maar... Ja, moet er echt helemaal in, zodat... Die ring zat toch wel aan de buitenkant, hè? Ja, sowieso, want anders krijg je deze er niet overheen zonder dat je de kering sloopt, ja. Dan moet hij er nog een stukje... Oh, hé! Ha! Hij plofte er zo in. Ja, kijk maar, nu zie je hier tussenin net die sparing komen, als het goed is. Waar hij in moet. En there we are. Boom! In theorie is het blok dicht. En ja, alles zit weer op zijn plek. Behalve dan dat hier natuurlijk nog overheen de ontsteking moet komen op deze drie bouten. En dat de pomp er nog even op moet. En dan hebben we hem. En dan kunnen we met die cilinders erop weer zien of die het doet. Klinkt als een 5-minute job.